Hoe strip je een snoer? In dit filmpje laten we zien hoe een driaderig snoer strippen en een textielsnoer, oftewel strijkijzersnoer. Hiervoor hebben we nodig een afstriptang en een afbreekmes. Het strippen van een driaderig elektrasnoer. We pakken het elektrasnoer en kerven er met een afbreekmes voorzichtig in. We zetten het afbreekmes tegen het snoer en draaien het langzaam rond. Door het naar heen en weer te bewegen, scheurt de snoer langzaam open. En dit zonder de binnenkernen te beschadigen. We pakken het afstriptang en gaan ader voor ader afstrippen. Controleer wel vooraf het afzettang, zodat u niet te veel van de aders wegstript. Als we klaar zijn met afstrippen, draaien we de losse adertjes in elkaar, zodat we een massieve kabel krijgen. Zo past hij beter in de kroonsteentjes of de eventueel aan te sluiten connecties. Het strippen van een textiel of strijkijzersnoer. Als eerste plakken we hem af met plakband op de plek waar wij hem willen strippen. Nu zetten we het slendermes op de helft van het plakband en draaien hem langzaam rond. Maar zorg ervoor dat wel het textiel wordt doorgekerfd. Nu draaien we hem langzaam in de ronde. En dan zullen we zien dat de binnenkern ook langzaam openscheurt, net zoals bij een normaal snoer. Mocht het niet in één keer lukken, kan je altijd met de afwerkmes nog een klein stukje van de buitenwand inkerven. We halen de aders van elkaar en zullen ook deze gaan strippen. Controleer vooraf weer of de juiste dikte is ingesteld van de afstriptang. Nu de aders bloot zijn, draaien we ook deze in elkaar, dat we een hardere draad creëren.